Waar ik naar de schemering kan kijken. De zee is een grote, donkere vlakte en de koude wind blaast opgehinderd naar binnen. Gillend doe ik een stap achteruit. Als ik nog iets gedaan wil krijgen, kan ik beter een lantaarn ophalen. Mijn voet raakt iets op de vloer en voor ik het weet, lig ik op mijn achterwerk in een wolk van opdwarrelend stof. Hoestend wapper ik met mijn mouw en kijk ik om me heen. Ik ben gestruikeld over een ruw houten doosje. Niet groter dan een broodtrommel, met een rond deksel en een smeedijzeren slot. Net als de andere spullen op zolder is het bedekt met een laag stof. Ik poets het deksel schoon en houd nog mijn adem in. Er staat iets op de zijkant geschreven. Voornemen. Mijn hart slaat een slag over en begint vervolgens luid in mijn keel te halen. Want dat is paps handschrift. Was hij van plan om dit aan mij te geven? Als ik voorzichtig met de doos rammel, hoor ik een doffe bonk, alsof er iets diks in zit. Ik graaf in mijn herinneringen. Heeft hij hier ooit iets over gezegd? Als dat zo is, kan ik het me niet herinneren. Het deksel gaat niet open, hoe hard ik er ook aan trek. En dat hout is te stevig om kapot te trappen. Bovendien ben ik bang dat ik de mysterieuze inhoud beschadig als ik het kistje met geweld open probeer te krijgen. Dus ik gluur naar het slot. Zat er een sleutel bij toen ik erover struikelde? Misschien is die ergens op de grond terechtgekomen. Ik draai me om en tast de vloer af. Vlak achter me staat nog een oude kleerkast. In de loop der jaren heb ik al haar achtergelaten kledingstukken gedragen, waar nodig hersteld. Ik laat me op mijn buik zakken en steek mijn arm onder de kast, in de spleet tussen de vloer en de poten. Eerst grijp ik alleen een kleverige, zachte tralen van spinnenwebben. Ik voel kippenvel over mijn rug kruipen. Kwallen, krabben en rauwe vis pak ik zonder blikken en blote vast, maar die grote zwarte spinnen op zolder, die geven me de kribbels. Eindelijk raken mijn vingers iets kleins en hards, dat ik naar me toe trek. Dat is het, de sleutel. Het past precies in het slot. Opgewonden draai ik om. Ik hoor de klik. En doe dan met licht trillende handen het deksel omhoog. In de kist liggen maar twee dingen. Het eerste is een witte kiezelsteen aan een leren koord. Ik houd het in mijn hand en laat het laatste beetje licht over de steen vallen. In het glad geschuurde oppervlak is met veel precisie een kleine zeehond uitgesneden. Verwonderd sta ik ernaar. Wie dit gemaakt heeft, was een echte kunstenaar. De tweede schat is een lederen boekje, dichtgebonden met een simpel touw. Aan de kaft is niet af te lezen wat het kan zijn. Zodra ik het optil, komt me een vage brandlucht tegemoet. Het is zo zwak dat het meer op de herinnering van een geur lijkt. Ik knoop het koord los en open het boek. Voor de tweede keer houd ik geschrokken mijn adem in. Dit keer herken ik het handschrift niet gelijk, maar dat is ook niet nodig. Het is duidelijk aan wie deze bundel heeft toebehoord. De lange, krullende letters, die zijn vervaagd. Maar nog niet zo dof zijn dat ik ze niet kan lezen als ik er naar tuur, staat er Rona's dagboek. Neem me mee, roept Arthur, wil het luik naar boven. Ik schrik op. Het boek ligt open in mijn schoot en ik durf de bladzijde niet om te slaan. Bang dat ik het papier op een of andere manier kapot maak.
Of ben ik bang om iets te lezen over mama's verdwijning? Bang dat ze niet genoeg van ons hield? Ik staar weer naar de eerste bladzijde. Mama's krullende letters. De manier waarop ze haar eigen naam heeft geschreven. Naast de brandlucht ruikt het boek vooral naar oud papier. Zoals de paar boeken op school die nog voor de inslag zijn geschreven. Hoe lang geleden heeft mijn moeder die eerste woorden erin gezet? Nim, roept Arthur weer, ongeduldig. Hallo? Wat? Oma zegt dat je moet eten. Is het dak al dicht? Ik sluit de leren bundel en knoop het koord dicht. Ja, het is te donker. Ik heb een lantaarn nodig. Doe het dan morgen. Oma maakt zich zorgen om het weer. Dat je door het gat naar beneden valt. Wie valt er naar beneden? Mompel ik beledigd. Ik pop de ketting en het boek onder mijn trui. En krabbel overeind. Ik weet niet waarom. Maar ik wil mijn vondst nog even geheim houden. Trouwens. Papa had voor Nimue op het kistje geschreven. Dus hij bewaarde deze schat duidelijk voor mij. En niet voor Arthur.